omzet van onder de bij de 60 miljoen komt. Het is niet alleen verkeer wat vanuit Calais hier naartoe komt, dus in de lekboten vanuit Calais, ook boten die uit Duinkerken komen. Mooi aangekomen, misschien ook net wel aangekeken toen je aankwamen en mooi de White Cliffs of Dover kunnen zien. Aankomende donderdag kunnen we dus naar een puntje van zo'n rots toe. Dan wel bij Eastbourne, dus wat iets zuidelijker gelegen, maar rotsen maken het niet heel erg. Het mooie bij Eastbourne is dat het allemaal authentiek is. Het is helemaal niet gebouwd bij Eastbourne. Hier is het allemaal bebouwing. Als ze ooit films maken, historische films, doen we een aanmering met de zeilboot bij de kust van Dover. Dan kun je er eigenlijk donder op zeggen dat het bij Eastbourne is, omdat het daar geen bebouwing is. Als je nou een beetje voor de bus uitkijkt, dan zie je daar geitenrots en dan zie je dat er een heel stuk van afgebroken is. Dat is rechts voor en dan straks weer iets boven. Zo om de 7 jaar breekt op zo'n stuk breekt er weer een stukje rots af. En als je over de hele kustlijn ziet, heel Groot-Brittannië, de kustlijn van de geitenrotsen, heel groot van Groot-Brittannië wordt ieder jaar zo'n 5 centimeter kleiner. Omdat er iedere keer stukken van afbreken.